adrenaline run inderdaad door je lichaam van oh yes! Mijn plan was als de muziek daar een beetje, als mensen een beetje gehyped zijn daar binnen, ga ik een beetje tussenwurmen naar het midden toe. Probeer ik twee sterke mannen of vrouwen aan te stikken van kun je me alsjeblieft een setje geven, ik wil heel graag crowdsurfen en hopen dat dat lukt. Leslie heeft Baroeg Open Air al vaker bezocht, maar dit keer met een doel. Ze gaat crowdsurfen. Ik zag laatst ook heel vaak filmpjes op TikTok van mensen die aan het crowdsurfen waren. Ik dacht gewoon van, het leek me zo leuk om het gewoon een keer te proberen / te doen, dus ja, daarom. Wat is jouw leukste Baroeg Open Air moment? Ik denk de eerste keer dat je eigenlijk een beetje uitlegt aan je goede vrienden van kijk eens, dit hebben wij voor elkaar gebokst. Ja, dat je wekenlang bij de voorbereiding betrokken bent. En dat je dan op een gegeven moment gewoon 2000, 3000 mensen ziet staan. En die staan allemaal te genieten. En dan zei je van, daar heb ik voor gekookt of dat heb ik voor die gedaan. Ja, daar krijg je kippenvel van. Zo mooi. Dat je echt trots bent eigenlijk op je werk. Daar komt het wel op neer. Ja, ik weet niet hoe vaak jij bent geweest, maar voor mij de 7e of zo? 7, 8 ja? Denk ik. Zoiets. 8e jaar. Waarom komen jullie elke keer weer terug? Traditie, inmiddels. Traditie, grote hangplek. Heel veel bekenden. Bands, koud bier. De muziek vind ik ook leuk. En het was best wel goedkoop, dus en we hadden gewoon een opportunity om gewoon met vrienden gewoon te chillen bij iets wat we leuk vinden en zo. Het moment is aangebroken. Leslie gaat crowdsurfen. Maar ze kwam niet zonder voorbereiding. Online had ze al wat tips gevraagd. Ik heb heel veel positieve reacties gekregen met heel veel tips van, weet je, probeer het zo te regelen. Ga niet vanaf het podium op het publiek springen, maar tik even iemand aan. Vraag of die persoon je wil optillen. En ga gespreid liggen met je armen en benen. En probeer mensen met je handen aan te tikken, dat ze weten dat je er aankomen. En als je er af wil, moet je gewoon even een seintje geven en dan moet het wel zo lukken. Ja, ik probeerde het eerste keer. Ik denk dat het ongeveer het 2e, 3e nummer was. Toen viel ik uit in het publiek. Nu net, zeg maar echt, vroeg ik nog een keer aan dezelfde mannen. En toen lukte het wel, alleen toen viel ik uit op mijn rug, zeg maar, bij de fotomensen. Ik heb geen bloedneus, mijn beugel is nog heel dus. Zou je het nog een keer willen doen? Eigenlijk wel, ja. Ja? Ja, dat is echt geweldig. Wat ging in je om? Adrenaline run, inderdaad, door je lichaam van, oh yes! Ook toen ik echt viel daar zo, stond echt op en mensen praten van, ja, het gaat goed! Stond ik echt zo.